Goeiedag, ik ben Ming van Wang. Ik ga vandaag kulukai en kuluyuk maken. We gaan beginnen met de deeg te maken. Voor de deeg hebben wij bloem nodig, aardappelzetmeel nodig, zout, ei, lauwwater en bakpoeder. We hebben ongeveer 375 gram bloem nodig. Ik vind het al goed. En nog aardappelzetmeel, ongeveer 125 gram. Bijna precies goed. Hier doen we bakpoeder bij. Ei. Ik ga het water eerst even mengen met zout. Beetje zout. Anders wordt het zout. En goed mixen. Zo, nu doen we de deksel op. En laten we die ongeveer uurtjes rijzen. Daar is die. Dat is stap 1. Stap 2 gaan we ook die saus maken eerst. Voor de saus hebben we een pan water nodig. Citroen, gember, azijn, beetje zout en ook een beetje tomatenpuree. Daarnaast hebben we ook suiker nodig en aardappelzetmeel nodig om dik te maken. Okay. En die laten we zo ongeveer een half uurtje koken. En dan krijg je die smaak van gember en citroen uit in het water. We gaan nu ongeveer 1 liter saus maken. Zo, hier gaat die gember, citroen, water. Het saus is, noemen we het zoetzuur saus. Dus we hebben eigenlijk heel veel azijn en suiker nodig om zoetzuur te krijgen. Voor 1 liter water hebben we ongeveer 300 gram azijn nodig. En 200 gram suiker nodig. Oeps. En nog een lepeltje zout. En wat tomatenpuree voor de kleurtjes. Hoeft echt heel weinig te hebben. Voor mij is die al zoet genoeg. Maar als jullie thuis denken van die is niet zoet genoeg voor mij, de verhouding, kun je nog wat suiker extra toevoegen. Als het kookt, dan voegen we wat aardappelzetmeel toe. En dan wordt het een beetje dik en dat is een lekker saus. Voor de kulukai heb ik kipfilet gehaald. En voor de kuluyuk heb ik varkenshaas gehaald. We gaan ze in blokjes snijden. Je moet niet te groot stukken snijden, want die moet gefrituurd worden. En als het te groot stuk is, is het een beetje, duurt te lang om te frituren. Dat kan wel zijn dat de buitenkant al helemaal gaar is en de binnenkant nog rauw. We gaan nu terug naar de saus. Gaan we de saus afmaken. Dus dik maken met aardappelzetmeel. Aardappelzetmeel in zo'n beker. Die gaan we mengen met koud water. En dan voegen we ze roerend toe. Aan de saus. Even wachten ondertussen. Die heeft toch een beetje tijd nodig om dik te worden. De saus is goed. Smaakt precies even als in mijn restaurant toen. Handwerk, dus ik wil liever met handschoenen. Wat we hier doen is een klein beetje aardappelzetmeel op de vlees doen, zodat die dadelijk beter plakt met deeg. En proberen we ze gewoon in ronde vorm te krijgen, als het lukt. Van vierkant naar rond. Kan, wij Chinezen kan alles. Nou, niet echt hè.
misschien achthoekig. Het is ook bijna rond. Ik heb nu even mijn frituurwok gepakt. Gaan we weer vullen met olie. Zo, alvast voorbereiden. Hier is de deeg. Het is nu een uur voorbij, dus de deeg moet wel klaar zijn. We gaan zo kijken of het al echt klaar is. Om betere resultaten te krijgen, moeten we deeg en vlees en kipfilet natuurlijk allemaal half uurtje ongeveer in de koelkast leggen. Flashback! Om te testen of olie op temperatuur is, ga ik hem zo doen. En als die snel bakt en groter wordt, zie, is dat goed. We gaan nu beginnen. Even draaien, zodat ik geen draadjes meer heb. Zo, nu gaan we verder met kuluwkai te maken. Precies hetzelfde, zoals wat we net hebben gedaan met de kuluwjoek. De deeg die je erover houdt, kun je eigenlijk ook met heel veel andere dingen maken. Zoals ananas, bananen. Zo komt de gebakken bananen van het Chinese restaurant vandaan. En ook appels, denk allerlei soorten fruit die je dat wilde. Zelfs is het weer dunner geworden. Dus ik ga nu opnieuw dik maken. Dit is een goede dikte. Daar is de saus. Ik ga nu echt de laatste stap doen. Ik ga gewoon alle. Dit is kuluwjoek. Ga ik nog een keer opnieuw bakken, want het is een beetje koud geworden al. En natuurlijk om opnieuw te bakken om allemaal dezelfde kleur te krijgen. Ik heb vandaag een proefkonijn gevonden die mijn kuluwjoek wil proberen. Dus nou, ik hoop dat je morgen nog leeft. Zo best. Maar dat komt er wel goed, denk ik, toch? Zeker. Zes kip. Zes maal. Varkensvlees, dat is een normale portie bij een Chinese restaurant. Nee, 14, sorry. Zelfgemaakt saus, hè? Zo, Hans. Nou, dankjewel. Eet smakelijk. En ik zal zelf heerlijk opeten. Het lijkt me heerlijk. Beetje heet, hè? Even kijken. Zalig. Nee, heel lekker. Dank je. Gewoon goed. Ja? Is echt? Ja, is echt? Ja, ook. Ik vind het heerlijk. Heerlijk. Zo, dit was het. Kuluwjoek en kuluwkai. Eet smakelijk. Als je het leuk vindt, abonneer dan op mijn video's.